Het was vroeg in de ochtend toen deze jonge veldrijders zich opwarmden voor de wedstrijd. Zowel jongens als meisjes deden afgelopen zondag mee aan het Belgisch kampioenschap voor veldrijden. Vroeger keek ik altijd tv, veldrijden. Ik vond dat altijd kei leuk om zo die in de modder te zien pletteren. En zo ben ik er eigenlijk opgekomen. Veldrijden is een leuke sport omdat ik graag veel word. Omdat je ook afziet, de modder, de slijm, de kou. En als je op het podium staat, is het heel tof voor de bekers en zo. De stap is gegeven, de dames zijn aan het Belgisch. Het parcours ligt er vandaag goed bij voor mij. Het is een beetje slijken. Vele renners zijn het daar een beetje moeilijk mee soms. Vandaag is het parcours voor iedereen even moeilijk. En het is heel vettig, dus de meisjes en de jongens kunnen allebei vallen en uitschuiven. Wij meisjes zijn minder sterk dan de jongens, dus we moeten meer trainen. En daarom worden we ook sterker. Om te winnen moet je als je wel trekt eruit terug opstaan en goed concentreren. Klein schakelen als het modder is en macht zetten. En dan, als je dan wint, dan is dat heel leuk. Ik hoop later ook nog zo goed te zijn en veel te winnen.